Hallo, welkom bij 123 e-learning. En vandaag kijken we even naar de pelletkachel. Ja, er is veel discussie over of dat een pelletkachel nu milieuvriendelijk is dan niet. Nu, ik weet één ding, het is een handig toestel. Maar hoe werkt zo'n pelletkachel nu eigenlijk? Want dit is nogal een onderhoudsgevoelig toestel. Om te zorgen dat u niet stikt en dat er ook niks fout gaat tijdens de verbranding, is alles in de pelletkachel gebaseerd op onderdruk. Dus nee, er wordt geen ventilator gestoken om uw vuurhaard aan te wakkeren. Eigenlijk niet. Eigenlijk wordt de lucht uit uw vuurhaard weggezogen. Zo is men zeker dat het verbrandingsproces veilig verloopt. In heel die luchtcirculatie, daar zitten twee sensoren, minstens twee. Die twee sensoren is de eerste is de airflow meter en aan de buitenzijde hebben we dan uiteindelijk de ventilator zitten die de afzuiging voorziet en tegelijkertijd zit daar direct ook ergens een onderdrukmeter. Dus eerst de airflow meter in de kamer waar dat de pellets toegevoegd worden, vaak waar het wormwiel ongeveer zit, daar zit een onderdrukmeter. Beide meters controleren dat er geen rookgassen uit uw pelletkachel ontsnapt in uw woonruimte. Want die mensen hebben niet graag een proces aan hun vingers, uiteraard. Oké, wat houdt dat in? Wanneer dat uw pelletkachel op een bepaald moment zegt dat hij niet meer wil werken, dan betekent dit dat ofwel de lucht niet meer binnen raakt, ofwel dat de lucht niet meer buiten raakt. Natuurlijk hebben we ook de normale zaken die fout kunnen gaan. Dit is bijvoorbeeld dat u ook geen pellets niet meer heeft in uw kachel. Nu, de lucht wordt aangezogen via een airflow meter. Die bekijken we al even, want onlangs hing die bij mij defect. Met als gevolg nogal wat kopproblemen. Ik dacht eerst dat de print van mijn pelletkachel defect was, maar dit is helemaal niet het geval. Het was de airflow meter. Ze gebruiken dezelfde techniek zoals in voertuigen. Men gaat dus eerst met op die print een thermostaatje gaan plaatsen die de luchttemperatuur, de aangezogen luchttemperatuur, meet. Een beetje verder plaatst men een weerstandje die men een beetje zal opwarmen. Dus men gaat het als een verwarmingselementje gaan gebruiken. En er net boven zit er opnieuw hetzelfde thermometertje. Dus ze hebben twee identieke thermometertjes. Wanneer dat er nu een temperatuursverschil ontstaat, namelijk het eerste thermometertje heeft gemeten dat er bijvoorbeeld 20 graden binnenkomt, dan zou je kunnen stellen dat het tweede thermometertje, digitaal thermometertje, ook 20 graden zou moeten meten. Maar dat is niet het geval, want we zitten natuurlijk met een weerstandje die daar net onder zit, die de boel een beetje verwarmt. Goed, naarmate dat die temperatuur stijgt, weten wij dat de airflow die binnenkomt te laag is. Want de temperatuur van uw weerstandje die loopt op. Net erboven zit er een thermostaatje. Die meet en die zegt van, ola, ik krijg te warm. Dus met andere woorden, er is hier geen airflow. Naarmate de temperatuur dichter komt in de nabijheid van het eerste thermostaatje, die 20 graden aan het meten was, stel je voor we meten 20,5 graden, dan weet hij dat er een airflow is en dat dat in orde is. Hij gaat die informatie doorgeven aan uw print en dit is het moment dat hij bijvoorbeeld depression failure zal tonen. In mijn geval was dat depression sensor failure. Ik heb er lang op gezocht. Dit is wat kan gebeuren aan de air inflow kant. Dan zit er nog een soort van onderdrukpressostaat. Dat is een toestel die dus de druk-luchtdruk meet. En van het moment dat de luchtdruk lager wordt, gaat die gaan reageren. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Doordat we met een ventilator uit de ruimte waarin de verbranding ontstaat, als we daar lucht gaan wegzuigen, dan gaat die druk daar lager worden. En die lucht wordt terug aangevoerd. Via de inlaat uiteraard. Maar die druk is inderdaad een beetje lager. Waarom? Omdat we met de ventilator lucht weggetrokken hebben en we hebben die lucht geforceerd in de schouw gestuurd. Dus vandaar dat die onderdruk pressostaat zeker ook moet werken. En dat is eentje die wel een keer durft vervuilen.
Dus vandaar moet je ermee oppassen. Dat is de eerste die je moet controleren. Wanneer dat er iets fout gaat en je krijgt depression sensor damaged, of dat de depressie sensor defect is, in dit geval moet je eerst altijd gaan kijken bij de onderdrukpressostaat. Je kunt daar eventjes in blazen of in zuigen. Dus je haalt dat darmpje ervan af, je zoekt die in je toestel. Bij mij zit die rechts, maar die zit uiteraard niet bij ieder toestel rechts. Dan trek je dat darmpje daarvan af. Je zuigt even aan die opening en dan moet je een klikje horen. Dat klikje zal leiden naar een contactje die uiteindelijk aan je print duidelijk maakt van oké, er is onderdruk in de verbrandingskamer. Dit is enorm belangrijk. Die onderdruk in die verbrandingskamer is gigantisch belangrijk, want daardoor kunnen geen rookgassen ontsnappen uit het toestel in uw leefruimte. Dat is onmogelijk, want we weten dat er een overdruk is aan de schouwzijde, dus zal automatisch alles langs uw schouw terug vertrekken. Dit is al heel belangrijk. Een andere zaak dat hij zal controleren is uiteraard wat de pallet toevoer er wel degelijk is. Een andere zaak dat hij zeker zal controleren is of er wel pallet aanvoer is. Dat zal hij ook controleren. Als er geen pallet aanvoer niet meer is, dan krijg je uiteraard no pallets. Als display te zien. Verder hebben we ook iets die belangrijk is. Is hoe kan hij nu weten dat uw toestel opgestart is? Hij kan dat weten aan de hand van een thermostaat die zit in uw schouwgedeelte. Dus na de ventilator zal daar ook een thermostaat zitten. Die thermostaat die zal kijken of dat de temperatuur ruimschoots boven de omgevingstemperatuur zit. Ik ken de juiste waarde niet, maar het zou bijvoorbeeld handig zijn dat we daar 40, 50 graden al nemen of hoger. Want uw verbrandingsproces, één keer dat dit gestart is, zal die temperatuur toch hoger gaan liggen in de schouw. Dus met andere woorden, we meten in de schouw of dat er daar een temperatuursverhoging is. Is die temperatuursverhoging daar, dan weet uw toestel dat er op dit moment een verbrandingsproces bezig is in de verbrandingskamer. Dus daar zitten we ook al heel goed. De snelheid waarmee dat de pallets worden aangevoerd, wordt geregeld door uw vraag om meer warmte te krijgen. Wil je meer warmte krijgen, dan zal je meer aan dat warmwheel pallets gaan aanvoeren in uw verbrandingskamer. Nu, die verbrandingskamer is natuurlijk nu nog niet opgestart. Dus we gaan de cyclus even overlopen. Hoe dat ze dit doen. U start uw palletkachel op. In dit geval controleert hij nog niet of er pallets in zitten. Hij gaat eerst als het ware uw schouw gaan ventileren. Dat doet hij niet bewust als ventileren van uw schouw. Want in uw schouw zou er normaal gezien voldoende trok moeten zitten. Indien uw schouw correct gemonteerd werd. Nee, men wil uiteraard controleren of de flowmeter correct werd en of de onderdrukpressostaat correct werd. Dit gaat men eerst controleren. Dus uw palletkachel zal altijd in de eerste plaats een minuutje, zonder iets te doen, beginnen met een airflow in de verbrandingskamer. Tegelijkertijd zal hij waarschijnlijk nu ook al wel met het warmwheel geleidelijk aan een paar palletjes beginnen voeden aan de verbrandingskamer. Dus die begint te vullen met een klein beetje pallets. Wat er nu gebeurt, is dat plotseling alles stilvalt. Hij zal tot een zekere stilte overgaan en eigenlijk doet hij wel iets hoor. Hij is bezig met een verwarmingselementje van rond de 300 watt. Kan ook 400, 500 watt zijn, afhankelijk van het model. Hij zal gedurende ongeveer een minuutje, twee minuutjes, zal hij dat verwarmingselementje opwarmen. Dit gaat naar zeer hoge temperaturen gaan. Dit zal ook deel uitmaken van de aangezogen lucht. Dat betekent dat nu, als we de vuurdriehoek te samen nemen, want ja, het is een kachel, werd uiteindelijk met vuur. Als we de vuurdriehoek te samen nemen, dan hebben we nu brandbare stof, pellets, zuurstof. En daar komt nu plotseling ook nog temperatuur bij. Dus de vuurdriehoek is compleet. Als we nu plotseling de ventilatie terug weer in gang steken en dus weer het volledige luchtcircuit in werking steken, dan wordt nu lucht aangezogen van zeer hoge temperatuur. Dat is durende die twee minuten dat die verwarmingselement gewerkt heeft. Dit is het ogenblik dat je zal zien dat de aangezogen lucht zorgt dat uw pallets, zonder dat er een ontsteking verder is, dat die pallets in brand schieten en dat het circuit in werking gaat. Eenmaal dat die pallets branden,
gaat kort daarachter de thermostaat op de schouwaansluiting controleren of dat er wel degelijk een verbranding ontstaat binnen een bepaalde tijd. Vrij kort, binnen een minuut, binnen 2 minuten. Daar kijkt hij, is er nu een verbranding ontstaan. Eenmaal dat die verbranding er is, dat die thermostaat vaststelt van er is verbranding, dan zal je op het display zien dat die overgaat van start-up naar werking. En dan blijft hij daarin werken. Tot zover hebben we dus gesproken over het eenvoudige circuit van hoe dat zo'n pelletkachel werkt. De afzuigventilator moet aan hoge eisen voldoen, want die zal enorm warm krijgen. Uiteraard, die zal verbrandingsgassen afzuigen en dat betekent dat die dus zeer hoge temperaturen zal moeten kunnen weerstaan. Dus dit durft ook wel eens defect gaan of moet dus zeker heel die ruimte daar rond regelmatig gereinigd worden. Als een jaarlijks onderhoud gedaan wordt, zal onder andere deze ruimte ook moeten eventjes bekeken worden en van as verwijderd worden. Verder, doordat we werken met een afzuiging en dus onderdruk, betekent dat gelijk welke fout van afdichting zal ertoe leiden dat je de onderdruk niet correct niet meer krijgt. Een deurdichting die niet goed sluit, betekent dat uw onderdruk verdwijnt. Een dichting van uw asbak die niet correct afsluit, betekent dat hij niet meer start. Dus hou daar rekening mee dat hij dus die onderdruk niet kan maken van het ogenblik dat er een of ander dichting niet correct werd. Ook hier weer dezelfde veiligheid. We willen geen rookgassen in uw leefomgeving krijgen. Dan kunnen we het een beetje complexer maken. Dit is dus nu de basis van de meest eenvoudige pelletkachel. Je hebt ook die versies die nog een keer werken dan als centrale verwarming en kunnen aangesloten worden op uw centrale verwarmingssysteem of op uw radiatoren. Daar zit ook nog dan een circulatiepomp in. Dus van het ogenblik dat de schouwmeting die gebeurd is, dat men kijkt van aha, we zitten hier aan een bepaalde temperatuur, dan zal je zien dat dat toestel controleert hoe warm dat alles oploopt en bij bepaalde temperaturen, in mijn geval boven het 50 graden, zal je de circulatiepomp in werking zetten. Dit kan volledig autonoom werken als centrale verwarming. Er zit dus ook een expansievat in. Wanneer dat warm water uitzet in uw radiatoren, dan zal dat expansievat binnen een bepaald gebied zal je die expansie kunnen opvangen. Gaat die expansie te ver, dan heeft men ook ervoor gezorgd dat uw toestel niet ontploft. Men heeft daar achteraan een overdrukventiel opgestoken die dan opent en die achteraan een beetje water lost. Wanneer dat expansie van uw radiatoren te groot wordt en dat uw kachel het niet meer kan volgen. Dit is in grote lijnen dus hoe dat dit toestel werkt. Als je daar fouten mee hebt, en ik geloof me, die kunnen er soms zeer complex uitzien, blijf bij uw basisprincipe. Het werkt met onderdruk. Je wilt zeker die airflowmeter zien werken. En geloof me, die gaat kapot na verloop van tijd. Want zo'n verwarmingselementje die op die airflowmeter zit, dat gaat kapot. Ja, kost ook niet veel geld. En dan gaan we natuurlijk moeten kijken of dat die ventilator draait. Luister naar uw toestel. Ventileert die? Goed, dan draait die ventilator ook. In orde. En het enige wat dat eigenlijk vaak vervuilt, is die onderdrukpressostaat. Die durft soms eventjes vervuilen, afhankelijk van merk en type. Daar moeten we wel op letten als je die open doet. Dit is een rond schijfje met een teutje en een darmpje aan. Eventjes aanzuigen aan die pressostaat en je moet die horen klikken. Als die klikt, dan werkt die ook. Dan is die in orde. Voilà, dit is de werking of het technisch proces, als je het zo wil, van de pelletkachel. En ik wens u er veel succes mee. Ik hoop dat dit u helpt om problemen op te lossen. Veel succes!